Je ziet dat er mensen zijn die het andere geluid gewoon willen censureren en tegenwerken. En dat gebeurt niet alleen op deze manier, maar ook door mensen te demoniseren en te beschuldigen, echt met de meest heftige aantijgingen die er zijn. En zo krijg ik dat ook regelmatig over me heen. Bijvoorbeeld deze week van de rapper Ronnie Flex. Die gooit op Instagram het volgende eruit. Die boy Jensen, dubbel S. En eigenlijk vond ik dat al genoeg. Ja, maar kijk wat hij zegt. Die boy Jensen is zo racistisch, het is om eng van te worden. Wat hebben wij hem ooit aangedaan? Elke keer als ik dat publiek hoor klappen, dus jullie, dan wordt heel mijn lichaam oncomfortabel en cringy. Het is 2019. Nieuwe generaties van nu zien al geen kleur meer. Waar zijn jullie nou mee bezig? Waarom willen jullie dit zo graag in leven houden? Maar dus om iemand racist te noemen en mij, het is ongeveer het heftig waarvan je iemand kan beschuldigen. Maar de generatie, jouw generatie, Ronnie Flex, een jongere generatie, gebruikt het woord te pas en te onpas. Racist, fascist, Hitler. En ze hebben allemaal geen idee wat het echt betekent. Ik, een racist, ik durf te stellen dat ik hier de afgelopen weken de meest diverse talkshow van Nederland heb gemaakt. Iedereen is hier welkom. Of je nou tegen me bent, voor me bent, welke cultuur dan ook. Iedereen is hier langs geweest. We hebben goede gesprekken gehad over heel moeilijke onderwerpen, maar altijd in een positieve sfeer en we zijn goed uit elkaar gegaan. En laat me duidelijk zijn, racisme bestaat. Maar gelukkig is dat aan alle kanten maar een heel klein percentage van de mensen. En ik zeg inderdaad van alle kanten, want racisme, het moet ook eens gezegd worden, komt niet alleen van één kant. Kijk nou bijvoorbeeld even naar mijn gesprek met Steven Brunswijk. Ja. Racisme van wit naar de rest. Ja. Dat is de fout die gemaakt wordt. Racisme komt van alle kanten. Overal komt racisme vandaan. Mijn moeder, zo, die is racistisch. Zo, die... Ja. Ja, jouw moeder? Zo, die schiet zelfs sneeuw uit de lucht. Ja, ja. Ja, die is ook behoorlijk racistisch. Lieve vrouw, alleen dat komt er even vandaan natuurlijk. Ja, en laatst was hier YouTuber Defano Holwijn te gast. En met hem heb ik het hier ook over gehad. Ik vind Zwarte Piet racistisch, maar het maakt jou geen racist dat je het niet ziet of nog niet ziet. Dus je bent niet per se racist. Er zijn wel racisten tussen. Ja, maar er zijn ook racisten, kleine minderheid. En er zijn ook racisten aan jouw kant van het verhaal. Mee eens? Of die er zijn? Ja. Ja, aan allebei de kanten zitten de racisten. Tuurlijk. Ja, en YouTubers Nessem en QC van Supergaande beschreven het ook eigenlijk volgens mij het best. Iedereen kan racistisch zijn. Joh. Ja. Het is gewoon mens tot mens. Het heeft niks te maken met waar je komt of zo. Het is gewoon, het zit in de mens. Dus ja, absoluut. Aan alle kanten is er racisme. Maar het is gelukkig aan alle kanten een kleine groep. Maar nogmaals, de generatie van Ronnie Flex die gooit maar het label racist op alles en iedereen. En hier is het gevaar. Daarom verliest de term racist compleet zijn waarde. Het stelt niks meer voor. En het ergste is dat de echte racisten op dezelfde hoop gegooid worden als heel veel onschuldige mensen. Waardoor ze er gewoon mee door kunnen komen. En het is ook nog eens onverantwoordelijk en onbeschoft gedrag. Ik wilde het even het punt een keer maken. Denk er eens over na. Oké. Okay.